De druk op Mark Verheijen wordt steeds groter. Vandaag werd bekend dat het VVD-Kamerlid uit Venlo voor de rechter wordt gedaagd door een bioscoopexploitant uit Velden. Die denkt dat Verheijen is omgekocht door Piet van Pol, de omstreden projectontwikkelaar, en wil nu dat de rechter zich over die zaak buigt. Er is aangifte gedaan wegens corruptie. Vandaag werd ook bekend dat de VVD-Statenfractie uiterst kritisch is over het declaratiegedrag van Verheijen als gedeputeerde. Daarover ligt Verheijen sinds vorige week behoorlijk onder vuur. Op de nieuwsredactie is Wouter Nelissen. Wouter, waar gaat dit over? Dit gaat over de bioscoopdeal in Venlo. Een ondernemer uit Velden die was in de race om daar een bioscoop te kunnen vestigen in het centrum van Venlo. Hij had er zelfs ook al een vergunning voor, maar die vergunning werd ter 11e uur ingetrokken door de gemeente Venlo onder aanvoering van toen wethouder Mark Verheijen. Maar iemand anders mocht wel een bioscoop bouwen. En dat was Piet van Pol, die bovendien ook de grond voor het bioscoopterrein fors onder de taxatiewaarde kon kopen. Piet van Pol, die kennen we natuurlijk allemaal als de omstreden projectontwikkelaar uit het dossier Jos van Rij. Nou, die bioscoopondernemer uit Velden, die denkt dat Piet van Pol Mark Verheijen heeft omgekocht. Die wil nadat een rechter zich daarover buigt, vandaar dat hij Mark Verheijen voor de rechter daagt vanwege corruptie. En wat betekent deze aangifte voor Verheijen? Ja, het kan bijna niet anders dan dat het einde oefening is voor de politieke carrière van Mark Verheijen. Vandaag trok de VVD-Statenfractie min of meer ook al de handen van hem af. Kijk, je moet het zo zien, zelfs al heeft hij helemaal niets verkeerd gedaan, wat al niet zo is, want hij heeft bijvoorbeeld in die hele declaratieaffaire al toegegeven dat hij een aantal fouten heeft gemaakt. Dan nog zal een partijtop op een gegeven moment tegen hem zeggen: luister, goede vriend, misschien is het beter als we afscheid nemen, want tegen deze constante stroom van negatieve publiciteit kunnen wij niet op. Dat kunnen wij niet gebruiken als partij, want dit kost ons zetels. Dus het zou mij niet verbazen als er op dit moment op hoog niveau gesprekken worden gevoerd met Mark Verheijen, waarvan de slotsom eigenlijk alleen maar kan zijn dat de uitgang het enige is wat hem nog rest.